Hey, goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Zo. Nou, vanavond ga ik met jullie deze Ada schilderen, zoals gezegd en zoals beloofd. Sorry. Nou ja, dat. Ik had eigenlijk gedacht van tevoren: maak ik alvast de schets met pampastel, dan gaat het wat harder. Maar ik heb helaas van tevoren eventjes geen genoeg tijd gehad om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, denk ik. Dat nog eventjes mijn ding openen. Yes, daar ben ik. Geluid uit is ook nog geregeld. Nou, dan gaat het helemaal goed komen. Maar deze Ara die gaan we maken. En deze die is in een wat lossere stijl als het roodborstje van vorige week. Dus dat een klein beetje hier opruimen, want er ligt hier nu echt van alles. Dat krijg je als je met 10.000 dingen tegelijk bezig bent, dan krijg je dat. En het hele huis ligt hier overhoop, want eerst ging de wasdroger hier kapot. Ik koop een nieuwe wasdroger en drie keer raden. Nog geen 3 dagen later, groetjes van de wasmachine. Wasmachine kapot. Nou, volgens mij is het sabotage. Zeg niet grappig, maar hup, weer hup, alles hier in de woonkamer. En nou, echt niet grappig. Maar je moet het er maar weer mee doen. Genoeg geklaagd, zullen we maar zeggen. We gaan even lekker... Lekker schilderen. En dit is een losse stijl. Ik moet zeggen, ik vind zo'n losse stijl heel leuk. Soms ook wel wat moeilijker om te doen. Omdat ik wel een Pietje Precies ben. Dus, maar goed. We gaan het doen. En, oh, hier is die. Ik was mijn potje pampastel stiekem nog aan het zoeken. Maar toen was het ineens 8 uur. En toen dacht ik, oh jee. Deze heb ik gemaakt in een Hanemühle aquarelboekje. Vorige week ben ik daar best wel uitgebreid op ingegaan wat voor papier het is. Maar ik wil natuurlijk in dat aquarelboekje niet twee dezelfde aquarellen hebben. Dus ga ik vanavond werken op een heel simpel aquarelpapiertje. Namelijk het Florence aquarelpapier. Ja, hier kun je op aquarellen. Dat 100% absoluut. Ik heb wel de 300 grams. Ik wil ook nog wel wat water gebruiken. Beter papier zou zijn. En waarom eels werk je dan niet op beter papier? Ja, weet ik veel. Omdat ik ook wel eens op ander papier wil werken om te laten zien dat dat ook kan. 100% katoenpapier. Bijvoorbeeld deze Fabriano papiertjes. Die zijn hartstikke oké om te gebruiken. Daar heb je een hot pressed en een cold pressed in. Ik ga nu niet uitgebreid praten over de verschillen. Maar ik wil je laten zien dat je op verschillende papieren ook echt kan werken. Alleen verschillende papieren reageren wat anders. En daar kom je met ervaring achter. Dit ook een fijn papier wat ik graag gebruik. Schut Terschelling glad. Maar je hebt ook schut Terschelling ruw. En die ruwe, ik weet niet of het goed in beeld is. Maar die is wat bobbeliger. Maar niet grof à la schuurpapier, zeg maar. Ook daar kun je prima op werken. Maar ik heb gezegd, ik ga nu op een vazenpapiertje werken. Daar had ik het roodborstje voorbeeld vorige keer ook op gemaakt. En dat kan best. Je gaat wel merken dat naarmate je... Wat meer aquarelt, dat je toch de wens gaat krijgen naar een beter en duurder papier. Alle waar naar zijn geld, heb ik vorige week ook willen zeggen. Maar dit kan prima. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik van het doordrukken met pampastel. En het voordeel daarvan is, je hoeft niet te tekenen. Dan gaat er meer tijd zitten in hetgene wat ik het leukst vind, namelijk het kleur gebruiken, het inschilderen.
Daar haal ik mijn plezier uit. Dat tekenen. Ja. Het is niet helemaal mijn ding. Ik kan het wel. Op mijn manier. Want alles gaat op de Ilse manier. Maar ja, ik vind het duurt me vaak te lang. Dat ik denk van, hé, bah, ik wil gewoon kleuren. Ik wil gewoon schilderen. En dat tekenen, dat vind ik allemaal ja, veel te veel tijd kosten. Maar we gaan aan de gang. En die ara, die plak ik in het midden. En die heb ik ook nog eens een keer een beetje schuin geplakt. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik hem dan leuker vond. Want dan staat zijn kopje rechtop. Dat is... oh. Ik zet die vast met een tapeje. En ik trek hem over. En ik wil mijn voorbeeld hebben. Waar heb ik die nou weer gelegd? Zo. Het voorbeeld erbij. Zo, want dat vind ik toch zelf wel... ja, maar ik heb hem niet voor niks gemaakt. Een soort hou vast nog een beetje. Omdat ik dit er altijd nog wel een beetje spannend vind. Het is wat anders als een stempeltje inkleuren. Hè, die hier al staat. Het is een beetje krom geworden. Dus ik plak hem hier op het hoekje ook maar even vast. Trek ik hem om. Met potlood. Ongeveer. Hoeft niet zo heel, heel nauwkeurig, want wat ik al zei, dit wordt een wat losser aquarelwerk. Die snavel daarentegen. Wel belangrijk om dat goed te doen. En vroeger was overtrekken of... doordrukken. Best wel een beetje een no-go dingetje. Maar tegenwoordig. Met zo veel mogelijkheden. Om te projecteren. Door te drukken. Van een iPad over te trekken. Noem alles maar op. Merk je toch wel dat dat wat meer gewaardeerd wordt. En ja. Als het dan om mezelf gaat. Ik heb er toch wel lak aan. Want ik doe lekker wat ik zelf wil. En. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Dat je gewoon lekker blij wordt van wat je maakt. En je niet zo laat beperken door wat iedereen er wel niet van vindt. Natuurlijk, hè, dat mensen je werk mooi vinden, dat is wel leuk. Maar of het nou allemaal volgens de regels of volgens de meest creatieve manier is. Je bent toch lekker bezig. Daar, volgens mij draait het daarom. Dat je je creatieve uitlaatklep kan hebben. En als je dan begint met een overgetrokken tekening, waarom zou dat niet mogen? Als je toch ook een stempel mag kleuren. Kunnen we overal wel moeilijk over gaan doen. Dus ja, ik hou van doordrukken, want dat gaat lekker snel. En dan heb ik lekker snel resultaat. Nou, ik heb nu het een en ander doorgedrukt. En dan kan ik gaan kijken, ik kan hier nog wat... meer doen. Maar het is ook wel leuk om zelf iets in te schilderen. En tuurlijk kun je hier die donkere schaduwtjes nog aan gaan geven. Het kan allemaal. Eigenlijk hoeft het niet. Kijk ik hier even of er iets staat wat lijkt op een ara. Nou, ik vind van wel. En niet iedereen... kan inderdaad... dit is inderdaad Henny, de kleinere versie. Die andere werd wel heel dichtbij. En dan had ik er niet zoveel ruimte omheen voor spetterwerk en zo. Maar ik dacht, ja, misschien willen mensen nog op A4 of zo. Ik had allebei die foto's gemaakt. Maar dit is inderdaad de kleinere versie van de twee foto's die ik had geplaatst. Dus dat. Ik merkte ook vorige week, want ik heb heel veel vragen gehad... over Eels, waar kan ik nou die foto van dat roodborstje vinden? Dus ik heb op de groep van de duif heb ik bij de fotoalbums een album gemaakt met, hoe heb ik het genoemd, foto's van de lijfs of zo. En daar heb ik alle foto's in verzameld. En ook het eekhoorntje heb ik er nog bij gezet. Dus dat is vanaf nu, ik zet ze altijd in het evenement, maar dan kunnen mensen het slecht terugvinden. Dus ik heb het dan nu ook in de groep gezet.
in de fotoalbums. Ik heb een aantal kleuren, die heb ik hier nu boven gelegd. Dat is helemaal niet handig. Die leg ik aan de linkerkant. En de hoofdkleur van vanavond is deze. En dit is de Velo Blue Turquoise. Die heb ik pas gekocht. Ik dacht, nou, ik heb Velo Blue in twee tinten. Ik heb de Velo Turquoise. Laat ik die Velo Blue Turquoise dan ook maar nemen. Ik was wel nieuwsgierig naar wat het voor kleurtje was. En dat is me echt een verbazende gave kleur. Dus dat. Ik spuit hier om te beginnen gewoon even wat water op. Zo. Ik heb hier een plastic palet. Ik wil jullie nog steeds graag het verschil laten merken tussen een plastic en een porselein palet. Maar porseleinen paletten die zijn al even op. Dus dan kan ik het ook niet laten zien. Want ik ben hem vorige keer zelf vergeten. Toen ik de wereldreis naar Leeuwarden heb gemaakt. Dus ja, dat was een beetje dom. Zou Maxima gezegd hebben. Mijn napjes die spuit ik ook even een beetje nat. Want als je ze een beetje nat spuiten, dan laten ze de kleur makkelijker af. Ik heb een beetje ruzie met, altijd met waar ik ze nou wil zetten. Maar dat mag niet hinderen. En niet deren bedoel ik. Dan heb ik aan mijn rechterkant, en dat zien jullie niet, heb ik een pot met water staan. En een keukenrol om mijn penseel aan af te vegen. Als eerste heb ik hier nog wat oude restjes. En die oude restjes die kun je door het nat te maken zoals hier heractiveren met een beetje water. Een van de nadelen van een plastic palet is eigenlijk direct wat je hier ziet. Dat water gaat parelen. Waarom is dat een nadeel? Nou, bij een porseleinenpakket blijf je hier gewoon een mooi plasje houden met jouw gemengde verf. En dat heb je niet met een plastic palet. Maar een plastic palet werkt ook prima. En ja, er zit gewoon wat prijsverschil in natuurlijk. Dat is met alles zo. Ik heb al eerder gezegd, alle waar naar zijn geld. En dat geldt met een hoop dingen. Zo, nou, ik heb een mengsel gemaakt van die blauwe verf. Ik heb mijn waterspray bij de hand staan, want die gaan we wel gebruiken. En wat ik als eerst ga doen... Oh, ik schiet met mijn voeten van mijn voetenbankje af. Ik zit er wel een beetje elitair bij hoor. Voetjes netjes omhoog. Ik zit altijd lekker als mijn voeten ergens op zitten. Nou, we gaan als eerste die verf aanbrengen op de stukken waar ik het blauw wil hebben. Ik moet ook mijn gum hebben. En ik heb een elektrische gum van Derwent. En ik heb een Staedtler gum. Want waarom? Als pampestel nat wordt, kun je het niet meer zo goed gummen. Dus ik gum een beetje dat lijntje alvast weg. Want hier en daar is die een beetje dik doorgedrukt. En dan kun je met je kleurtje wat je nu aangebracht hebt, alvast wat contouren neerzetten van ons arabeest. Zo. En dan kleuren we dit gebied zo met wat blauw in. In die kop. Daar zit ook wat geel. Hier aan de voorkant. En dat laat ik zo in elkaar overlopen. En door in dat geel dan weer wat van die Velo Turquoise aan te brengen, krijg ik daar ook weer wat groenige tinten in. Nou, dit is al niet hoe ik het bij het voorbeeld deed. Nu meng ik eigenlijk op mijn blad. Bij het voorbeeld heb ik hier op het palet gemengd. Dan heb ik daar de kleur vandaan gehaald. Maar we gaan nog uglagen aanbrengen hier. Dus dat komt vanzelf. Want ja, aquarel is wel meerdere laagjes over elkaar heen aanbrengen. Zo werkt dat. Nou, en nu heb je eigenlijk al een soort kleurverloop in die kuif zitten. En hier in het voorkantje doe ik een beetje Aussie Red Gold.
Zo heet dat. En strakjes misschien nog een beetje. Zo. Nou, dan kun je hier alweer voor de tweede laag gaan. Waardoor je die kleuren alweer wat meer vermengt. Maar je kunt ook zeggen, ik ga eerst richting beneden. En misschien pak ik daarvoor nog even een groter penseel. En ik werk nu met een heel waterig mengsel. Beter eerst te dun, dan gelijk te intens. Zo, en dat waterige mengsel, dat breng ik hier aan. En ik smeer gewoon overal een laag. Ik pak mijn waterspray, spuit er nog wat op, zodat het wegloopt aan de onderkant. Je kunt er ook nog wat spetters op aanbrengen of zo wat geklieder. Het mag een beetje wild worden dit, want dat past bij deze stijl van aquarel. Niet te netjes binnen de lijntjes. Lekker een beetje wild doen. Zo. Oh, wat gebeurt er nou toch weer? Zo. Nou, dan kun je nog wel uit het napje zelfs wat kleur ook aanbrengen. Dat gaat ook helemaal prima. En hier onderin kun je ook splashjes aanbrengen. Bijvoorbeeld door een dotje kleur neer te zetten. En daar even met de waterspray op te spuiten. Dan loopt die verf, die loopt uit. Dit hele gebied ga ik nu nat maken. Zodat die geel ook weer een beetje in die blauw overloopt. Niet te veel, want dan wordt die hele ara groen. Dat is niet de bedoeling. Dit is ook al redelijk groen geworden nog de vorige keer. Zo, en dan zet ik hier, zet ik alvast een laagje geel erin. Dan heb ik mijn gebiedjes alvast gemarkeerd. Dus ik weet van, goh, daar komt zo meteen geel. Daar komt blauw. En vanaf daar kun je best wel gewoon een beetje creatief omgaan met wat je waar wilt hebben. Die geel, die is een stuk intenser dan de blauw. Dat zien jullie ook wel. Maar die blauw, die krijgt nog ug lagen. Er komt nog grijs doorheen. Maar je kunt, als je dat lastig vindt, best ook al wel wat van die blauw alweer erin gaan zetten. Ook hier bovenin. Ik heb nu wel een groot penseel. Maar dat kan. Kijk, dan kun je echt wel wat van die blauw al erin. Kijk uit bij je geel. Hou dat een klein beetje gescheiden van elkaar. Want anders dan ga je groen krijgen overal. Beetje groen is niet erg. Maar het is geen groene ara deze ronde. Nou, en hier zet ik wat strepen. Want dit is het streperige gedeelte. Je kunt het zelfs een beetje zo heen en weer halen. En hoe verder je naar onder komt, hoe meer die uitvloeit nog, want hier is het nog nat. Dat komt straks wel weer goed. Nou, hier even dapper doen. Richting het geel. En hier hebben we een beetje die veren vormen. Die kun je er ook gewoon inzetten met je penseel. Maar hij is nog erg nat. Hier ook. Kun je een beetje streperig maken. En straks brengen we er met grijs, brengen we er nog weer wat meer diepte in. En dan krijgt het allemaal weer een heel ander uiterlijk. Dus je kunt er nog een beetje spetters bij aanbrengen, want spetters hoort hier wel bij. Bij zo'n losse stijl.
Het zorgt voor een heel dynamisch uiterlijk. En hier vind ik dat hij iets te ver is weggelopen. Dus dan pak ik mijn penseel vochtig. En dan poets ik dat een beetje weg. Zo. En dan kun je hier later kun je daar nog wel weer wat spetters aanbrengen of een beetje zoals ik nu doe. Even naar jullie opmerkingen kijken, want ik zit hier aan één stuk te ratelen, maar eigenlijk weinig. Ja, je kunt inderdaad bij Hobby Complete de duif een fotoalbum vinden waar de afbeelding van de ara is. Op de groep van Hobby Complete Duif, creatief met Hobby Complete Duif, daar staat hij. En daar staan bijvoorbeeld ook heel veel kleurenkaartjes van Daniel Smit. Ja, ik zie ook al opmerkingen over de lelijke fase. Nou, dat mag duidelijk zijn dat we nu bevinden we ons in de lelijke fase. Dat en elke aquarel heeft een lelijke fase. Maar dit is het begin. En het is bij mij blijft het vaak zo. Ja, dan moet je dus gewoon nog even doorwerken. Zo is het. Als die lelijk is, is die niet af. Zo simpel is het. Nee, en dat komt ook in dit geval. Het hele gezicht is nog niet gedaan. Die ara heeft geen ziel. Er zit geen. Er is nog helemaal niks. Dus ik ga een grijs mengsel maken. Hier met neutral tint. En daar zat nog kleur van op mijn palet. Dan even zijwaarts kijken of ik hem al droog genoeg vind bij zijn gezicht in de buurt. Maar dat vind ik wel. Dus ik ga het erop wagen. Ik heb misschien wel een beetje een groot penseel gepakt daarvoor. Ik neig altijd naar de kleine penseeltjes. Omdat ik het idee heb dat kleine penseeltjes mij controle geven. En dat is vaak niet eens waar. Maar ja, goed, weet je, als het in je hoofd zit, dan geloof je het toch? En dan breng ik hier langs een grijze rand aan. En die rand die ga ik straks nog veel dikker maken. Maar eerst gaan we het gezicht een beetje inkleuren. Ik spoel mijn penseel uit. En ik ga die grijze rand laten vloeien. Het gezichtje in. Dwars over het oog heen. Zolang je het oog maar wel blijft zien. En zo. Zorg ik dat hij een grijs gezicht krijgt. Je kunt zelf zeggen, ik meng er een klein beetje blauw doorheen. Maar daar moet je wel een beetje mee uitkijken. En het mag grijzer zijn als je in eerste instantie denkt. Want als het opdroogt, zeker met grijs, dan valt het alles mee. Dan denk je, oh, was dat het? Schrok ik daar zo van? Zo. Ook dit moet weer eventjes drogen. Maar hier onderin zitten ook nog hele donkere gebieden. Hier mag hij ook echt wel weer wat donkerder worden in zijn gezichtje. Zo, hoe lang kleur ik al? 2,5 jaar. Ongeveer. 3 jaar bijna. Dat mijn moeder, ja, dat ja, bijna 3 jaar. En hoe ben ik daarop gekomen? Mijn moeder die was toen erg ziek en die was toen volgens mij net overleden. En toen zag ik bij een winkel hier in de buurt, bij Doe Ding, daar kwam Julia Woning met een realistisch tekenen. Noem het eens, workshop. En daar was een plekje vrijgekomen. En toen had ik zo behoefte om iets leuks te gaan doen, dat ik dacht, weet je, laat ik dat eens proberen. Ziet er cool uit, misschien kan ik het wel leren. En nou, dat is gelukt. En ik heb daar een hele leuke, fantastische workshop aan gehad. Ik heb echt mega veel geleerd van Julia. En eigenlijk sindsdien is dat een beetje begonnen met het kleuren, tekenen, schilderen.
Dus ja, met dank aan Julia Woning, die hier gisteren ook was, ben ik dat gaan doen. En je ziet dan wat dingen van, oh, kon ik dat ook maar? En ja, tot er dan in de buurt een workshop wordt gegeven en dan denk je, oh, zal ik het doen? Zal ik het doen? Ja, joh, doe het. En misschien kan je het wel en anders leer je wel wat. En ja, dat was toen echt heel leuk. Maar ik moet zeggen, buiten dat, ja, heb ik de rest mezelf aangeleerd door filmpjes kijken, door online workshops een paar te volgen en door gewoon veel zelf te knoeien en te kliederen en fouten te maken tot en met. En dan merk je dat het vanzelf een keertje wat beter wordt. Nou, wat ik nu doe, is met de neutral tint maak ik hier wat donkere strepen in die bovenkant van die ara. Kijk een beetje ook naar de veertjes hoe dat loopt. Wel een beetje, want ik heb de foto niet meer bij de hand. Dus ik zit maar een beetje naar mijn voorbeeld te staren nu hoe ik dat gedaan had. En als je zulke randen krijgt als hier, die poets ik weg. Maar de rest, net zoals hier, heb ik ook allemaal van die randen. Waar ik ze bij het roodborstje allemaal weghaalde, laat ik ze hier gewoon zitten. Dat de lijf van Julia er maar 1 week op staan, ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is een keuze die iemand maakt, toch? Het heeft wel als voordeel dat je de lijf natuurlijk nog een keer kunt doen. Maar ja, ik zet ze zo en zo altijd op mijn YouTube kanaal, dus dan kan ik ze ook net zo goed op Facebook laten staan. Dus mij maakt dat niet zoveel uit. Nou, wat je nu eigenlijk gaat doen is steeds wat meer diepte aanbrengen met grijs, met blauw en met nog wat geel-oranje tinten. En wat ik ga doen is nu het oog erin zetten, want het oog maakt dit beest. En ik heb daarvoor een kleine dun penseel, de 1610. Een Kolinsky penseel met een hele lange steel, net als vorige week. En nummer 2. En die gebruik ik. Oh, en dan krijgen we dit weer. Net als vorige week. Dat ik met die lange steel tegen de camera aantik. Maar ik heb er nog geen alternatief voor. Ik heb mijn nummer 1 penseel. Die heb ik zo vaak gebruikt. Die trekt die dunne lijntjes niet goed meer. Dus, en dit werkt perfect. Ik hoop dat die droog genoeg is. En anders dan zien we het wel. Dan wordt het nu een rommel. En dan maak ik die omlijning van dat oog. En de pupil. En ogen, daar hebben we het vorige week ook al over gehad, hè? Die zijn belangrijk. Die moeten er goed uitzien. Vind je dit met een penseel spannend, zo'n dun lijntje, kun je natuurlijk ook gewoon een pennetje pakken. Een Copic fijnlijner of een iets, in elk geval watervast natuurlijk. Dan wordt het rommel. Zo. Straks breng ik nog iets meer diepte in het oog. Omdat ik eigenwijs ben. Maar dat oog van zo'n ara, dat is net een raar ding. Want daar zit bijna geen leven in. Dat klinkt heel stom, maar kijk hier, ik heb hier het fotootje nog weer. Kijk, er zit geen glansje in, er zit geen highlightje in, er zit geen pupilletje in, er zit geen, nou, helemaal niks. Dat leeft bijna niet en toch is het best een grappig ding. Maar dat oog, dat is ja, anders dan een mensen- of een zoogdierenoog, zit er zo weinig in. Welke kleur geel? Dit is de Hansa Yellow Deep. Zeg ik dat goed? Ja, Hansa Yellow Deep.
Maar voordat je kleuren gaat uitzoeken, kijk nog heel eventjes en wacht nog heel even met iets bestellen als het gaat om de verf. Want ik heb ook nog voor jullie een kortingscode. Want als je, en ik had gehoopt, ja, nou staat ook het lijstje er. Want zie ik. Spieken, want het lijstje was er nog niet. Maar daar komt hij dan. Het lijstje met de kleurtjes komt nu zo ongeveer, als ik bij mijn knopje kan, de chat in. En als je de code ARA, ARA, heel simpel, met kleine letters invoert, krijg je tot en met morgenavond 12 uur 10% korting op alles van Daniel Smit. Dus ik heb nu de link erin gezet met alle kleurtjes voor deze lijf, voor dit werkje. Maar ik heb ook nog de link naar alle spulletjes van Daniel Smit waar de korting op geldt. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. En die korting die krijg je dus met de code ARA. Dus voor wie die wilde bestellen, met die code kun je nog even losgaan. Alles is als het goed is weer zo ongeveer op voorraad. Want dat was, ja, dat was de winkel uitgevlogen. Voor oud en nieuw of zo was dat ergens. En ja, nu is ongeveer alles weer terug. Dus dan kan er eventueel nog wat besteld worden. En met de kortingscode tot morgenavond voor de snelle beslissers. Dus dat. Ik ga verder met de snavel, want die heeft zitten deze kleurtjes in de 24 napjes. Dat moet ik uitzoeken, Francisca. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat durf ik niet te zeggen. Maar sowieso denk ik die Phthalo Blue Turquoise zit er denk ik sowieso niet in. De snavel. Nou, die snavel die mag best wel een beetje heftig aangezet worden. En ik begin met de bovenkant van de snavel. Met de onderkant van de bovenkant van de snavel. En daar breng ik gewoon eigenlijk een snoeiharde donkergrijze rand aan met de neutral tint. Ja, de neutral tint is zo en zo, als je voor wie nog twijfelt over ik wil kleurtjes kopen, maar ik weet niet welke. Een grijs tint is altijd goed om te hebben. En dan kun je voor de neutral tint gaan. Dat is echt een neutrale kleur grijs. Of bijvoorbeeld een Payne's Grey. Wat echt een hele mooie kleur, blauwige kleur grijs is. Maar ik ben nu voor de neutral tint gegaan. Wat ik nu doe, is met een penseel met water poets ik die dikke kleur. Die poets ik eigenlijk de hele snavel door. Hier bovenin zat, weet ik nog, een wit dipje. Dus dat probeer ik ook een beetje zo te laten. En ik maak die snavel vlekkerig. Ik ga hem niet egaal poetsen. Dit hele ding is niet egaal, dus deze ook niet. In die losse stijl, die hou ik dus ook in die snavel vol. Die vlekjes die mogen er allemaal in. En strakjes kunnen we het eventueel nog wat netter maken of wat donkerder. Of ik probeer natuurlijk wel dit bochtje even netjes te maken, dat hij wel een mooie kromme snavel heeft. Is dat een ding? Ik vind het van wel eigenlijk. Zo. Een paar vlekjes erin. Onderin ga ik hetzelfde doen. Dus ik pak weer een dikke flats met die grijze kleur. En die zet ik hier aan de onderrand en aan de zijkant, aan de linkerkant, zet ik die donkere grijs erin. Spoel mijn penseel uit. Zo. En ik ga ook die kleur weer wat uitvagen. Nou, en als het nou straks blijkt dat ik dat niet goed genoeg vind, of te donker of te licht, dan pas ik dat weer een beetje aan. En dit moet eerst drogen, want pas als het droog is kun je een beetje oordelen hoe het eruit ziet. Maar je ziet wel dat er in die ARA al meer begint te gebeuren. Hij begint al in zijn gezicht wat meer tot leven te komen. En dat moet natuurlijk ook wel. Anders kom je inderdaad, zoals sommigen zeggen, nooit meer uit die lelijke fase. Ja, dan kan je er wel mee stoppen. Maar dit gaat nog steeds goed, dus dat is fijn.
Het is nog een keer wachten dat dat live falikant misgaat en dat je een uur voor niks aan het kletsen bent geweest. Maar zo zie je toch wel diepte in die snavel komen. Dit moet nog een beetje meer. Dit laat ik heel even drogen. En dan maak ik hier een dikke zwarte lijn. Want dat gedeelte, dat kun je op de foto ook wel zien, tussen die twee snavels. Of de onder- en de bovensnavels, het zijn natuurlijk geen twee snavels. Maar dat is donker. Gaan we weer op een ander plekje verder. En daarvoor ga ik toch een beetje groen maken, want ik vind hem te flats in zijn hoofd, op zijn koppie. Dat groen. Ik pak hier wat van die Hansa Yellow Deep. Die breng ik hier aan. In mijn paletje. Spoel ik wel mijn penseel even uit, want ik wil niet dat al mijn napjes helemaal smerig worden. En dan pak ik wat van die turquoise. En ik meng die boel door elkaar. Ik denk dat die nog wat donkere groen mag worden. Dus dan pak ik nog wat van die turquoise. Nou, dan ziet dit er geloof ik wel aardig uit. Heb ik hier alweer spetters gemaakt. Maar nee, doe ik er nog een paar bij. Dit is een loswerkje. Hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. En met die groen ga ik er hier weer in. In die bovenkant. Niet overal. Zo. En ik breng nog wat geel aan. Hierin. En juist door die kleuren te mengen. Ik heb expres dus gekozen om de groen te mengen dit keer. En niet om de groen. Tuurlijk had ik nog een extra kleurtje kunnen gebruiken. Want ik vind kleurtjes gebruiken ook altijd heel leuk. Maar het past zo mooi bij elkaar als je die geel en die groen hebt en je mengt hem dan. Dat maakt het toch net even extra. Ik weet niet, dat heeft iets interessants. Die kleur groen is dan ook niet overal hetzelfde. Nou, hier nog een beetje blauw erbij. Turquoise. En zo speel ik eigenlijk een beetje met die verf in het rond. Ik vind die kuif nu al veel beter worden. Zo, een stuk interessanter. En zo breng je laagje over laagje, breng je eigenlijk die verf aan tot je denkt van, nou wordt die interessant. Ik vind hem hier eigenlijk een beetje te dik geworden, te dicht. Maar dat kun je ook oplossen, maar niet met dit penseel. Met een kleiner penseel. Een fijner penseel. En dan gaan we weer met die lange steel. Weer tok tok tegen de camera aan zo. Penseel met water. En ik herhaal hem een paar keer over dezelfde plek heen. Hier gaan we alweer. Ik probeer er nog onderdoor. Maar... En door herhaaldelijk over dezelfde plek heen te gaan. Haal je weer wat van die kleur weg. En dat kan netter. Maar ik pas niet onder mijn camera hier. Hier ook, weet je, als je dan maar over hetzelfde plekje heen gaat, zie je hier. Dan krijg je er zo'n streepje in. Af en toe spul je hem uit en veeg je hem even af. En dit noem je liften. Dus hier lift je de kleur. Daar waar je vindt dat je het te donker hebt gemaakt. Maar vind dat niet te snel. Denk niet te gauw van, oh, dit is te donker. Want je kunt best wel veel uithalen hiermee. Nou ja, dan gaan we maar verder hier in dat geel. Daarvoor gebruik ik eigenlijk drie kleuren, want geel, daarom zei ik ook wacht heel even met de geel bestellen. Ik heb een burnt orange, die heb ik vorige week ook in het roodborstje gebruikt. Even kijken dat ik ze ook in beeld heb liggen. Burnt orange, die zat in het roodborstje ook vorige week. Quinacridone burnt orange zelfs. Dan heb ik hier een Quinacridone gold. En ik heb de Aussie Red Gold. En die heb ik nog niet eerder laten zien, denk ik. Maar dat is ook een hele toffe kleur. Heb ik nog een stukje papier bij de hand. Oh ja, natuurlijk hebben we dat. Ik laat even de kleuren zien. Haal ik heel even Ara uit de weg. Dan kan die even drogen ook. En dan wil ik die... voor degene die zei van ik wil nog geel. Kan ik dat wel even zo demonstreren. De Aussie Red Gold. Dat is echt een toffe kleur. Mijn napje ziet er niet uit. Die is totaal gekrekkeld opgedroogd. Omdat ik ook eigenwijze drol ben. Doordat ik het nooit
in laagjes laat opdrogen. Maar ik kiep dat altijd gewoon een kwak van in een napje. En dan vind ik het allemaal wel best. Ik heb geen geduld. Dit is dus de Aussie Red Gold. Dit is de Quinacridone Gold. Die is wat bruiner van kleur. En dan heb ik hier die Burnt Orange. Waarmee we ook dat roodborstje hebben gedaan. Die Red Gold die kan denk ik nog wel iets intenser laten zien. Maar dit is ongeveer wel de kleur die het is. En dan heb ik de Hansa Yellow Deep. Want ik heb een donkere geel genomen. Dit keer. En die ziet er dan zo uit. Dus dat is echt de allerlichtste kleur. Dus voor de geelliefhebbers heb ik hier nu even een paar kleuren gedemonstreerd. Die je zou kunnen nemen. Gaan we weer terug naar de Ara. Want daar zitten we hier voor. En die kan nog wel een paar laagjes gebruiken. Want dit is nog een hele kale Ara. Ik heb gezocht, maar niet gevonden. Even kijken hoor, wat wordt er geschreven. Ik zie dat ze bij de duif alleen tubes van 15 mm geven. Jawel hoor, Els. 5 ml of de napjes zijn er ook. Ik heb net een link erin gezet. Met alle producten van Daniel Smit. Even kijken. Volgens mij zit hij nog in mijn gekopieerde. Even kijken. Plakken. Ja. Als je in die link kijkt, Els, die er nu in komt. Daar staan alle dingen van Daniel Smit in. En dan ga je ook echt. Dan zie je dotjes setjes. Je ziet napjes sets. Je ziet masking fluid. Je ziet 15 ml tubes, maar ook zeker de 5 ml. Alleen niet alle kleuren zijn in 5 ml verkrijgbaar. Maar als je die link die ik er net instuurde, als je die doorbladert, dan kom je in elk geval alles tegen wat er bij de duif beschikbaar is. En wat er überhaupt beschikbaar is van Daniel Smit. Dus zeker ook de 5 ml kleuren. Alleen niet alle kleuren zijn er in 5 ml. Daar zit de nuance in. Ik ga in dat geel wat aanbrengen en ik neem daarvoor de Aussie Red Gold. En wat ik hier ga doen is wat diepte geven in dat geel. En ik zet daar gewoon wat boogjes neer en ik maak er wat kriebeltjes in. En ik zit weer ergens met mijn hand in te plakken. Ja, in die link zouden ze misschien allemaal door elkaar kunnen staan. Dat kan kloppen omdat er op naam gezocht is. En anders moet je even kijken bij aquarelverf. Bij afdeling verven en dan bij kunstschilderverf. Daar kun je de Daniel Smit, daar kun je zelfs kiezen of je de sets wil. Of dat je de 15 ml tubes wil. Of dat je de overige producten wil. Dus wie de link alles door elkaar vervelend vindt, ja, dat kan gebeuren. En in het linkje van de workshop, even spieken, want het kan natuurlijk zijn dat ik kleuren heb genomen vanavond. Ik weet ze bijna zeker, maar ook niet helemaal zeker, want soms vergis ik me ook, dat die Velo Blue Turquoise, dat die inderdaad alleen op kleur is van, verdorie, dat bedoel ik niet, dat die er alleen in 15 ml is. Oh, die is al op ook. Jullie zijn weer snel geweest. Maar ja, sommige kleuren zijn er dus echt, ja, die zijn er alleen in 15 ml. En dat ligt dan niet aan de duif, maar dat ligt aan de fabrikant. Zo. Nou, hier kunnen we straks weer een laagje extra in aanbrengen. Nu nog even niet, maar ik kan wel hier in dat kuifje nog weer wat van die Red Gold aanbrengen. Dat maakt het daar ook weer wat interessanter. Ach Emma, veel te laat. Beter laat dan nooit. Dat is toch zo. We gaan verder. Want ik wil vooral hier omheen nog wat diepte hebben.
En dan kun je weer met van die strepen, een beetje streepbewegingen, daar wat mee. Ik ga hier nog wat veerpatronen aanbrengen. En dat doe ik weer met mijn waterige mengsel. Hetzelfde waterige mengsel als wat ik er net ook al heb gebruikt. En doordat ik die nu weer gebruik, ja, krijg je daar weer een laagje over laagje. En dat droogt dan weer ja, wat interessanter op. Zoals je misschien ziet, misschien ook niet. Dat laat je gewoon weer drogen. En daar komt vanzelf weer wat uit. Ook hier maak ik die veerpatronen nog wat boeiender. Het kleurtje mag wel ietsje meer hebben. Zo, een beetje meer power in mijn waterige mengsel. Zo. En dan kun je daar met water zorgen dat die overgangen ietsje minder hard worden. Het is een beetje spelen deze ronde van ja, wat gaan we doen en hoe gaan we het doen? Maar wat ik al eerder zei, dit is een losse manier van schilderen en dus niet zo precies als bij het roodborstje. Maar wel een hele leuke manier. Echt een beetje speels. Spelen met je kleuren, spelen met je water. En maar zien wat er gebeurt. En spetters aanbrengen. Want die maken het echt leuk. Nou, voor een beetje diepte erin gaan we met de grijs aan de slag. Want dit hier bovenin zie je echt wel diepte. Hier naar onder toe komt wel wat meer relief in en wat meer structuur, maar het is echt nog plat. Even kijken, wat hebben we hier voor penseel nummer 1? Ik ga kijken of die nog wil doen wat ik wil doen. Ik heb hem vorige week, deze die is behoorlijk gesleten, dus die wil af en toe niet meer graag wat ik wil. Heel veel stempels meegekleurd. En als ik zeg heel veel, bedoel ik ook echt heel veel. Deze blijft niet maar 1 week te bekijken. Nee hoor, dit blijft gewoon staan. En als het op een gegeven moment bij de duif, als je het niet kunt vinden, op mijn YouTube staan ook altijd alle lives. Dus mijn lives die blijven gewoon. Ik vind het toch niet leuk om 2 keer hetzelfde te doen. Niet met dit in elk geval, want ja, dan zit ik met voorbeelden die ik al heb. En wat ik hier dan wel weer leuk aan vind, is zeker nu, nu ik ook merk dat er wel wat meer mensen mee willen schilderen, zo 1 keer in de week. Of tekenen, want morgen ga ik wat anders doen. Dan ja, het maakt voor mij ook weer leuk, want ik wil iedere keer heel graag van alles schilderen. Maar ja, tijd ontbreekt soms ook een beetje. Dus dan heb je weer niks gemaakt of is het weer niet af. En natuurlijk grote schilderwerkjes, die kun je niet in een lijf maken. Want deze papegaai die heeft al moeite om af te komen zometeen. Ara, sorry Ara. Geen papegaai zeggen, dat is niet... Straks is die beledigd. Nou, nu met de grijs. Door daar weer wat mee aan te brengen, krijg je meer diepte erin. Je kunt zelfs ook in je veren wat grijs aanbrengen. Maakt het ook wel weer wat interessanter. En ja, hè, wat een verschil maken die paar donkere streepjes. Die geven echt die diepte. En dat is zo mooi met dat grijs, met die neutral tint. Die kun je daar zo goed voor gebruiken. Door gewoon een beetje tussendoor te... En het zijn maar streepjes. Ik kijk een beetje van, nou, waar zie ik een donker plekje op die foto? En ik zet er wat grijs in. Wel aangemengd met water. Niet gelijk een hele donkere zwarte streep. Maar gewoon een beetje... De code van de 10% korting is ARA. A-R-A. Van dit dier. Met
Kleine letters allemaal, geen hoofdletters gebruiken. Alles kleine letters. En je hebt tot morgen om hem te gebruiken. Maar als je een kleurtje echt heel graag wil, ja, dan kan ik alleen maar zeggen bestel hem gauw. Want ja, het gaat rap allemaal vaak. Zo. En nu zit ik met penseel nummer 1. Ik mag toch niet klagen eigenlijk. Ik heb hem behoorlijk op zijn behoorlijke billenkoek gegeven met kokend water deze week. Om te kijken of hij nog iets ging doen. Jacqueline, oren dicht. Maar ja, mijn penseel doet het gewoon weer. Ik had het gelezen ergens. Dat als je penseel echt niet meer goed in model wil komen enzovoort, en het is, dit zijn synthetische penselen, dan op eigen risico, dat je dus blijkbaar met kokend water dat penseel weer een beetje oké kan krijgen. Nou, ik weet niet, maar volgens mij werkt het gewoon. Ik denk, nou weet je, deze die ga ik anders toch niet meer gebruiken. Ik gok erop. Ik zou niet zeggen, doe dit ook thuis, want zoveel ervaring heb ik er niet mee, maar het heeft blijkbaar gewerkt. Voor die ene keer. Nou, je ziet, een beetje grijs erbij, hoe een stuk interessanter dit al wordt. Maar we zijn er nog niet. De mensen van Silver Black Velvet raden dat zelf aan met heet water. Ja, ik vind toch wel, ik heb gewoon kokend water gepakt. Ik denk, alles of niks. Dat of mijn penseel die schrompelt nu in elkaar van ellende, of hij gaat het nog een beetje goed doen, maar... Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, met mijn Silver Black Velvet zou ik het dan weer niet durven. Maar ja, dit is een penseel nummer 1 en ja, die zijn toch niet zo heel duur. Maar ja, ik zou er bij een groter duurder penseel nog wel 10 keer over nadenken voordat ik hem in het kokende water zou stoppen. Maar het ging niet om het schoonmaken, maar hij was eenmaal gepluist en krom en heel erg gesleten. Want ik heb zoveel stempels mee gekleurd. Even een slokje drinken. Maar ik vond het spannend. Laten we het daar maar op houden. Zo. Die mouwen weer omhoog, want het zakt allemaal naar beneden. Zo. Nou, dan gaan we nog meer laagjes aanbrengen. En zo blijf ik aan de gang. Een beetje laagjes, een beetje hier een beetje, daar een beetje. En wat heb ik hier? Oh ja, dat was die... ik wil nu wat streepjes gaan maken, want er moet heel veel grijs nog in. En sorry, ik ga echt een paar keer tegen dat tegen de camera aantikken. Ik probeer zoveel mogelijk op te letten, maar ik moet echt eigenlijk gewoon een stuk van die steel afsnijden. Maar ik durf niet. Hier in die kop zitten donkere haren. Kijk maar goed op de foto ook. Voor wie hem aan het schilderen is of terugkijkt. En die donkere veren, zei ik haren? Vast wel. Die donkere veren, die maak ik er hier nu in met de neutral tint. En dus die penseel 1610, omdat die zo'n lekker puntje heeft. Dat werkt, ja, het is een lekker penseel, alleen voor lijfs hangt mijn camera gewoon in de weg door die lange steel. Maar wat hier zo fijn aan is, is dat hij lekker water vasthoudt. Dus ik niet iedere keer na elk streepje weer een nieuwe inkt hoef of verf hoef te pakken. Dus dat gaat gewoon echt heel lekker. Want ik zit nog steeds met ditzelfde doopseltje. Lekker in de bovenkant en overal te strepen. Ik had ook gezegd dat ik hier bij die snavel dat binnenste stuk donker zou gaan maken. Nou, dat kan je ook perfect met dit penseel doen.
Zo. Want hier hoort nog een stuk donkere kleur te komen. Even heel goed kijken hoe het hier ook alweer zat. Zoiets. Kijk, en nou begint die snavel ook echt vorm te krijgen. Oké, spoel ik het uit. Nou, wat me dan wel weer een beetje irriteert is het blauwe spettertje hier. Maar die poets ik gewoon een beetje weg. Met water is die ook verdwenen. Nou, dan ga ik hier met een beetje burnt orange. Met het dunne penseeltje nog een klein randje extra geven in zijn kuif. Gompie. In zijn kuif en in het gele wanggedeelte. Hier zo en zo bij de haren. Ik ga wel weer met mijn haren. Ja, bij die strepen, bij die gestreepte veren. En met zo'n klein penseeltje er wat detailtjes in brengen. Dan krijg je echt steeds meer diepte in je werk. En dat hoeft uiteraard niet per se met dit penseel. Maar ik zou wel, je moet er wel een fijn penseeltje voor pakken. Anders dan werkt gewoon niet fijn anders. Zo. En dan zie je dat het is nog steeds geel, maar ik heb er wel wat oranje in gedaan. Als je vindt dat het te veel oranje is, dan pak je een wat groter penseel. Die maak je nat. En dan kun je zeggen van joh, ik wil dit toch gewoon weg hebben. En weg is het. Wat je ook kunt doen met je kleinere penseel, is strepen trekken erin. Dat je bijvoorbeeld wat highlights erin maakt. Oh, nou, dat is wel weer een rommeltje. Pak even een kortere, want dat werkt niet. Dat je zegt van joh, over dezelfde plek heen te gaan, net zoals ik nu doe, maak ik dus wat highlights in die geel. Dan heb je en je schaduwen en je hebt je highlights erin. Ik heb nu niet in de foto gekeken waar ze zouden horen zitten. Ik doe maar wat nu. Trek mijn eigen plan. Doe lekker wat ik zelf wil. Zie je? En dan krijg je ook weer meer diepte erin. En zo blijf je aan de poets. En zo blijf je een beetje doen wat je zelf leuk vindt. En ja, hoe vaker je dat doet, hoe meer er komt. Waar ik wel naar de foto ben gaan kijken. En dat vond ik ook gelijk wel een van de spannendste dingen om te doen. Dat zal ik er ook bij zeggen. Is die streepjes in dat gezicht. Daarvoor heb ik echt even het fotootje gepakt. Om goed te kijken. Welke kant lopen die nou eigenlijk op? Want die gaan voor je gevoel gaan ze alle kanten op. Maar als je het alle kanten opzet, wordt het echt een rommel. Nou, ik weet dat hier zit die. Toevallig bij die blauwe stip ongeveer. Zit zo'n neusgatstip nog. Vogelliefhebbers die gaan me haten nu. Om hoe ik allemaal dingen noem. Het over vogels met haren en neusgatstippen, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Zo. Nou, en dan is het goed kijken welke richting lopen die op, die streepjes. Hier aan de onderkant bijvoorbeeld, lopen die een beetje zo richting boven. Maar hier aan de bovenkant lopen die weer zo richting voorhoofd. Dan lopen er ook een aantal hier richting de snavel zo. Dus het is wel even zaak. Je goed kijkt welke kant die dingen allemaal opgaan. En dan nog voelt het heel raar om in dat gezicht allemaal van die donkere streepjes te zetten. Maar ja, ze zitten er. En als je het dan eenmaal gezet hebt en je bent eraan gewend,
Dan denk je, oh ja, het is toch wel goed. Maar ik had zoiets toen ik het erin ging zetten van, nee. Spannend. En dat gaan jullie waarschijnlijk wel herkennen. Ik zou het natuurlijk wel weer super cool vinden als jullie ook de ARA willen proberen. Dat ik vond het zo leuk om al die roodborstjes terug te zien. Dat ja, maakt het voor mij dan ook leuk om het te doen. Als ik op een gegeven moment ook zie dat mensen er wat van maken en het proberen en er wat van leren en er plezier aan hebben, dan is het voor mij prima. En dan maak je hier nog wat dikkere zwarte. Hier nog wat erin. Zo. En dan heb ik volgende week heb ik weer een schildering gepland met Daniel Smit. Toevallig zijn het er nu een aantal achter elkaar. En maar morgen, want morgen ben ik er ook. En morgen heb ik pampestel. Ik zal zo laten zien wat we morgen gaan maken. Want ik realiseer me ineens dat ik de aankondiging nog niet gedaan had. Dus dat ga ik zo gelijk doen. Dat is een beetje bleu dat ik dat vergeten ben. Maar ja, het is wat het is. En nu maak ik een aantal gedeeltes. Maak ik nog wat donkerder. Ik zet nog wat aan hier en daar. Met dat grijs weer. Zo. Ja, ik zal even laten zien wat we morgen met de pampestel, wat ik dan wil maken. Want deze is eigenlijk wel voor een groot gedeelte af. Het is een kwestie van nog wat meer lagen aanbrengen. Maar ja, je ziet dat door ook die grijs in die blauw te mengen, dat de boel tot leven komt. Wat ik één ding, en voordat ik laat zien met de pampestel, wat ik nog gedaan heb met dat oog, is dat ik daar toch een witte stip in heb gezet. Want ik kon het gewoon niet laten. Ik vind dit oog, dat is voor mijn gevoel zo plat. En zo, er zit geen diepte in. En door hem een heel klein wit stipje te geven, geef je hem toch een soort leven mee. Dat klinkt echt heel dramatisch dit. Maar kijk zelf maar, als je daar net even een stipje in zet, want ik heb dit oog tenslotte ook een klein beetje grijs gemaakt. En zelfs hier onderin een kleine witte streep. Ja, dan krijgt hij toch net even wat meer leven. Ik kan er niks aan doen, maar het is gewoon waar. Hier in die snavel kan zelfs ook een beetje wit. En ik gebruik voor dat wit, heb ik nu van Daniel Smit de Chinese White gebruikt. Ik ga er zelfs, krijg er zelfs een accentje van. Zo, een paar witte strepen erin. En dat vlakt nog wat af. Als dat gaat drogen, wordt het nog wat minder intens wit. Wat ik morgen ga maken, is het volgende. Die zit als het goed is op deze. Yep. Dan gaan we aan de slag met nieuwe stencils van Studio Light. En pampestel en pastelpotloden. En dan gaan we deze bloemen mee maken. Ze hebben van Studio Light hebben ze geweldige stencils uitgebracht. Waar je laagje voor laagje hele bloemencompilaties mee kan samenstellen. Dus die wil ik je morgen laten zien. Gaan we deze maken. Dus dan hoop ik natuurlijk dat jullie morgen weer kijken. En dan, nou ja, wat hier nog aan ontbreekt, zijn nog meer spetters. Want ik heb nu alleen een beetje blauw-groene turquoise spetters gezet. Maar er zitten nog veel meer kleuren in. En die verdienen ook om een beetje terug te komen in het spettergeweld. Waaronder die geel. En dan spetter ik met die Aussie Red Gold. Niet te veel. Maar net een beetje.
extra. Hier misschien een beetje van die. Nou, dat is ondertussen half groen geworden. En ik tik eerst altijd heel zachtjes op mijn penseel om te zien wat er gebeurt. En daarna wat harder. Hier heb ik nog wat van die turquoise. Nou, dat kan je gewoon zo hier erin spetteren. Want die spetters, die maken het ook cool. Het enige is dat ik die spetters in het gezicht, die irriteren mij. Dus die haal ik gelijk weg. De rest, dat kan me allemaal niet boeien. Maar in het gezicht vind ik het vind ik gewoon niks. Je kunt ook met wit spetteren. Met die Chinese white. Daarvoor breng je wat, wat water aan in het napje. Maar die Chinese white moet je even in laten trekken voor het beste resultaat. Maar kijk. Vooral hier in dat blauw. Levert een paar witte stippen ook echt nog wel wat leuks op. Zeker. Ik heb het in mijn voorbeeld niet gedaan. Dat heb ik nu wel gedaan. Maar ik vind het wel echt wat, wat toevoegen. En ja, zo heb je een hele woeste wilde papegaai gemaakt. Die en nou ja, bijna in een uurtje gered met wat doorgeklets hier en daar. Maar je kunt nog wat meer diepte, eventueel wat meer schaduwen aanbrengen. Natuurlijk, alles, alles kan. Maar ik vind hem zo erg leuk geworden. Nou, wil je, ik vul de napjes zelf. Jazeker, ik neem de tubes. Ik neem zo'n zo'n plastic blokje en ik knijp gewoon wat uit de tube in dat napje en dat laat ik opdrogen. Je kunt ook in drie lagen vullen. Dus heel keurig één laagje, een dun laagje, dat laten drogen een paar dagen, dan het volgende laagje. Dat kan, ik heb daar geen geduld voor. Ik knijp gewoon wat in mijn napje en als het op is, dan knijp ik er weer een nieuw laagje in. Dat is mijn manier. Er zullen mensen ongetwijfeld kromme tenen van krijgen. Maar ja, that's me. Ik doe wat ik zelf wil. Heel eigenwijs. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop deze week lekker veel Ara's voorbij te zien komen. Want dat vind ik dan weer hartstikke leuk. Wil iemand nog een kleurtje aanschaffen? Of een paar? Of mocht je nog wat overwegen? Met de code ARA krijg je dus tot morgenavond nog 10% korting op alle Daniel Smit. En nou, morgenavond ben ik live met de pampenstijl en de bloemen. En volgende week hoop ik met pampenstijl heb ik gepland om in elk geval nog één keer weer met de Daniel Smit live te gaan. Dus we hoeven ons niet te vervelen de komende tijd. En wil ik jullie een hele fijne Ara, of een hele fijne, ik heb niks meer nodig, een hele fijne avond wensen. Ik zit Ara te lezen in de tekst, dus, ik wil jullie een hele fijne avond wensen, hopelijk tot morgen. En ik ga mijn mond houden, want er komt niks zinnigs meer uit. Mocht ik je nog ergens bij kunnen helpen in je keuze, je mag me altijd vragen stellen. En als ik niet aan het werk ben, dan krijg je antwoord van me. Tot morgen en nog een keer een fijne avond. Doei doei!